Yo, leuk dat je aan de kant zit. Ik ben Bradley. Ik ben Jenzo. Jeroen. Ik ben Marije. En wij zijn Coolbox. Alle goede dingen komt een episch einde. En na een jaar lang hele coole afleveringen te hebben gemaakt, is het voor ons tijd om andere dingen te gaan doen. Maar Coolbox zal blijven bestaan en sterker nog, het wordt helemaal vernieuwd. Want elke Coolbox aflevering zal jij en of een van je vrienden verrast worden. Dus denk goed na welke vriend of vriendin je hiervoor wil opgeven. Ja, en wie de nieuwe Coolbox wordt, dat gaan we vandaag bepalen. Samen met onze Fresh Chicks. Hey! Ja, als er iemand is die weet hoe je iemand moet verrassen, dan zijn jullie het wel. Dat klopt, dit is ook onze laatste aflevering. Ik ga namelijk 3 maanden reizen en jij gaat ook wat doen, toch? Klopt inderdaad. Maar daar mag je nog niks over zeggen. Klopt ook. Maar wil jij nou weten wie de nieuwe Fresh Chicks worden? Houd de Coke TV in de gaten en vanavond, let de Coolbox Handover Challenge begin! En hier zijn de nieuwe Coolboxen! Daar gaan we! Let's go! Maar we geven niet zomaar het stokje door. Want we gaan jullie nog even testen of jullie onze Coke TV kijkers wel waardig zijn. Als echte coolboxer moet je natuurlijk tactisch zijn en geen angst hebben voor snelheid. Daarom is het nu aan Niek en Tim om ons te verrassen met deze race challenge. We hebben namelijk over het hele parcours een aantal letters opgehangen. En het is aan hun de taak om binnen 3 rondes en binnen de tijd al deze letters te verzamelen en de zin te maken. De eerste coolboxers waren awesome! Het zal allemaal goed komen, toch? Ik hoop het. Hoe gaan we dit aanpakken? Ja, ik denk gewoon zoveel mogelijk van die papiertjes eraf trekken. Jij hebt geen rijbewijs. Dat is waar. Dus ik ga voorop, ja? Is goed. Oké, tot zo. En ik heb hier nog een paar bordjes, dus we moeten even een cijfer geven of ze wel geschikt zijn voor Ik denk dat ze het heel goed gaan doen, want volgens mij staan ze echt hier heel goed in. Denk je? Ja, ik denk het wel. Ja, 2. Oh, bijna. 1. Hop, 2. We moeten 2 tegelijk. Hatsa. Hop. Ze moeten wel echt zoveel letters hebben. Je kan niet praten met de ander. Je kan toch weten alle letters hebben. Oh, dit gaat hard. Hatsa! Oh. Hoe ging het? Ik ging niet zo veel. Jullie gingen echt knijten, hard. Huppakee! Hatsa! Dit was awesome, mate. Kijk wat we hebben, joh. Wat een buit. Hatsa! De eerste coolboxers. Moeten ze niet helpen? Nee, De eerste coolboxers zijn awesome. Oké. Laten we eerst alles even uitvouwen. Jij gooide er een paar door de lucht. Hier, Esja, ik ben een paar kwijtgeraakt. We hebben extra letters al wel. Als jullie nou eens hier komen, want het gaat net niet lukken. En jullie gaan hier staan. Dan hebben wij weer wat letters over. Wat slim! Oh, hier. Shit. Thanks, guys. Kus, heb je nog? Ah, jongens. Kus. Nou, de eerste koepel is aan het komen. Lekker. We hebben jullie heel goed gedaan, maar het is nu tijd voor onze challenge. Dus komen jullie mee? Oké. Ja? Goed. Ja. Yay! Ja, we gaan. Komt u maar. Oh. Ik was hier al bang voor. Ja, het is nu een soort van onze beurt om jullie te gaan testen. Ja, wij zijn al super ervaren met het verrassen van de tieners. Alleen ging dat niet altijd even soepel. Dat doet hij niet! Ja, hij gaat! Ja! Dus, Nick en Tim, jullie krijgen vandaag een paletles. Nee. En daarvoor hebben we natuurlijk ook... Alsjeblieft, je pakt hem al aan. Hoezo, moet ik... Dit mag jullie aan. Moet ik deze? Ja.
Hey, dankjewel. Ja, durven jullie het aan of vinden jullie het heel erg? Nou ja, wat als we het niet doen? Dat moet. Dit is een badpak. Ja, dan ben je geen echte coolboxer. Sorry, maar daar houdt het op. Maar wij kunnen dit niet alleen natuurlijk. Dus we hebben hem meegenomen, mensen. Hi. Hi. Hi, ik ben Aurélie. Hi, ik ben Tim. Ik ben Niek. Aangenaam. Volgens mij hebben jullie er super veel zin in. Ja. Ze zijn daar gaaf, lekker omkleden. Ja, ga lekker omkleden. Tot zo. Volgens mij is het tijd om aan de slag te gaan, jongens. We doen eerste positie. Je weet wat de eerste positie is. Totaal niet. Is. Maar los. Haal vast. En we doen plié. Oh, ik sta muurvast hier. En strek. En nog een keer plié buiten. En weer terug in de vloer. En dan pas strek. Nou, dit gaat best goed, hoor. Gaat best goed. Dan willen we. Tim, ik hoor je botten kraken. Oké, jongens, vanaf nu zijn wij de jury, dus veel plezier en vooral heel veel succes. Doe je best. Kom op, jongens, nog even, jullie kunnen het. Jullie lekker warm? Hartstikke warm, bloedheet. Bloedheet. Ja, dat is zwaarder dan ik dacht. Heel goed. Ja. We hebben nu klassieke oefening gedaan, kracht en stretch. We gaan nu naar partnerwerk. Oh. Ja? Oh. Ik ga jullie een lift aanleren. En vervolgens krijg je nog een opdracht waar die lift in terugkomt. Oké. Okay. Ja? Ik ben benieuwd. Ben je klaar voor? Absoluut. Ik wel. Ja? Wie is de man, wie is de vrouw? Nou, dat lijkt me duidelijk. Ik ben er al helemaal aan gewend. Oké, okay, heel goed. Wij doen opdracht. Ze gaan liften. Wat is dat? Weet je wat liften is? Nee. Dat is optillen. Ik ken alleen de feestje. Wat leuk. Oké. Okay. Want ik kom namelijk aangerend. Oh nee. En jij blijft niet kant op staan. Als ik staat het. Juist. Oh nee. Ik kom aangerend. Ja? En dan spring ik op jouw heup. Ja? Zag je dat? Jouw heup komt klik net bovenin van hem. Dat past nooit. Heel goed. Wacht even. Dus je zit bij. Ja! En nu met een sprongetje. En dan zit je nog iets hoger. Oké, nou top. Oké, laten we eerst. Jullie hebben dat super goed gedaan. Jullie krijgen nog één laatste opdracht, omdat wij hier zo van genieten. En de opdracht luidt. Jullie gaan improviseren op het nummer van het Zwanenmeer. Witte zwaan, zwarte zwaan. De lift moet erin zitten en jullie moeten het opdragen aan de oude vriend. Ga niet snel. Niet snel, oké. Dan word je te snel moe. En je kan best de muziek vullen. Tip 2, maak hele grote armbewegingen en zachte armen. En dan bluff je er een beetje doorheen. Ja? Succes. Grote armbewegingen. Ja, jij hebt hele grote armen. Absoluut. Apenarmen, komt goed. Yeah!
echt heel goed gedaan. Ja, en heel goed gedaan. Ik denk dat jullie onze kijkers wel waardig zijn. Zeker. En ik denk, als ik voor heel Coolbox mag spreken, dat we echt een super tof jaar hebben gehad. Ja. En dat we ons stokje veilig overgeven aan jullie. Dankjewel. Gefeliciteerd. En ik denk dat wij ons stokje ook wel veilig over kunnen geven aan de nieuwe Fris Chicks. Jazeker, want deze maand mogen wij de nieuwe Fris Chicks introduceren in onze allereerste aflevering. Dus hou CookTV in de gaten. Oké, okay, in ieder geval van ons ontzettend veel succes. Heel ja, dankjewel. Dankjewel. Komen jullie nog een keertje langs in de aflevering? Ja, ja graag. Ja, op zich. Ik zeg geen nee tegen natuurlijk. Nou, helemaal super. Maar voor nu, tot volgende week!